introduced by Chris. Dit is het 7e vlogje van Dave. Dit is weer een vlogje van Davy. Ik moet al een keer bedenken welke kant ik op moet kijken. Omdat ik nu horizontaal film. Maar ja, goed. Ik heb de vorige vlog de beste wensen nog gewenst. Deze week gaat even denken. Medische week ga ik tegemoet. Ik heb morgen... maandag 8 januari een belafspraak met de neuroloog. 2:15 word ik dan gebeld. En dan midden van de week ga ik de gynaecoloog ook eventjes bellen. Want daar zijn onduidelijkheden nog. En ik heb pas in oktober pas een afspraak. Dus ik heb zoiets van, ja, ik ga niet tot oktober wachten met al de vragen die ik heb. Dus vandaar. Ik heb nu een spijkerbroek weer aan. Na joggingbroeken de afgelopen maanden gedragen te hebben. Dus dat is ook even wennen. Het is, heeft gisteren gesneeuwd. Het was ook lekker koud. En ja, wat zal ik zeggen? Wat ook in de titel in deze vlog omschrijft. Ik heb mijn haren gewassen, zoals jullie zien. Wat ik in de titel heb gezet van ja... als je naar het nieuws kijkt, de lockdown is volgens mij tot februari weer verlengd. Ik heb zoiets van, ik heb een vlogje toen mijn mening al gegeven. Dus ik ga mijn mening niet eigenlijk blijven geven, want dat is, het is zoals het is. Ik ben alleen wel van dingen dat als je eigenlijk tv... uitdoet, dat je eigenlijk gewoon minder gebrainwashed wordt. Maar ja, goed. Ik heb voor de lockdown heb ik kleren opgeruimd. Want ik heb, ik ben in mijn verloop van de jaren van 37 kilo toen afgevallen. Dus ik ben van, ik heb maatje small, maatje medium heb ik nu. Maar ik heb maatje extra large. Of triple extra large. Volgens mij heb ik ook gehad. En ik had al die kleding gewoon. Goede kleding ook. Sommige gewoon met het prijskaartje nog aan. Dat je dan zo het hebt van oké. Dus ik heb even kijken. Afgelopen week die kleding gedeeltelijk. Hoe noem je dat, meegeven aan iemand die ervoor zorgt dat bij een stichting terechtkomt. Dat, ja, en op zich dan heb je zoiets van mensen die eigenlijk het kunnen gebruiken, dat je hun er ook nog blij mee maakt. En op zich, in mijn klerenkast heb ik dan nu gewoon kleding hangen, zodat je dan zoiets hebt van, maar aan de andere kant heb je ook zoiets van, je hebt gewoon kleding in de kast hangen die je gewoon niet aandoet. Het hangt in de kast en het blijft hangen en het blijft stof verzamelen. Maar ja, goed, wat ik ook al daarvoor zei. Ik heb verschillende maten ook gehad. Dus ik moet in de lockdown de periode nog een tas verder gaan uitzoeken. Want daar zit volgens mij maat 48 of maat 46 ook nog in. En... dat heb ik ook gezegd. Van, kijk, ik wil ook niet dat dingen die je eigenlijk niet meer aan kan doen, ga ik ook niet weggeven. Die gooi ik gewoon weg. Maar dat wil ik eventjes controleren. Dat ik gewoon goede, gedragen kleding, die gewoon in goede staat nog zijn, dat ik die gewoon opvouw en doorgeef. En ja, je hebt dan ook op zich... ja, ik had... een goed gevoel, want je maakt iemand anders blij. En ja, dus dat is mijn tip voor mensen die in de lockdown eigenlijk zoiets hebben van, ja, wat kan ik nog meer doen?
En iedereen heeft volgens mij kleding in de kast waar je niks mee doet, in de kast hebt liggen. En sowieso, ik heb toen vroeger altijd een schoenentik gehad. Dus dan heb je zoiets van, ik heb nog steeds van die sandalen. Maar ik heb het ook wel snel warm, hè? Of wanneer snel koud. Dus ik heb zoiets van, ik heb die sandalen gekocht. Leuk en mooi, maar ik zie mezelf die niet aan nog doen. Ik heb ze toen in 2019 gehaald. In 2020 was het lockdown. Nu is het ook nog steeds lockdown, dus we zullen zien of ik ze dan aan ga doen. Maar goed, ik dacht ik geef het eventjes als tip mee en misschien hebben jullie er wat aan. Ik moet eventjes kijken van deze week is dan een medische week. En dan, wat voor andere tips? Ik moet even op mijn voeding ook letten, dat ik meer tussendoortjes dan eet. Maar ik heb nu kaasstuks ook in huis gehaald. En ja, ik ben benieuwd hoe die smaken. Ik ga vandaag nasi even straks maken. Dus dan ga ik straks weer aan de koken. En vandaag is er Ajax Feyenoord klassieker. Dus ik ben benieuwd. Die ga ik ook kijken. Ik heb volgens mij ja Fox Sport. Het heet geen Fox Sport meer. Het heet nu ESPN. Dus we zullen zien. Ik weet niet dinges. Maar ik ga in de maand februari de muziekchallenge doen. Dan ga ik elke dag een vlog uploaden. En ik zit denken wat ik nog meer kan vertellen. Hebben jullie tips voor de lockdown? Ik hoor het graag. Ik zit ook te denken van wat ik zelf kon. Ik moet nog een pakketje gaan ophalen. Ik was gewoon thuis, maar de PostNL die had een briefje door de briefbus gedaan. En dan moet ik het bij het hoe noem je dat ophaalpunt gaan ophalen. Dus ja, dus we zien het wel. Oké, doei doei. Like, abonneer en laat een reactie achter. Doei doei.